Hallo allemaal en welkom terug. Het is zondag 5 januari. En ik ben een klein beetje waterig, want ik heb gisteren een hele lange wandeltocht gedaan in de kou. Vandaag is de één na laatste dag van de kerstvakantie. Mijn naam is Fidioot. En ik ben een diehard fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema, de allerleukste. En allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. En zij heeft een bewogen jaar achter de rug. Zij heeft twee van deze tieners heeft ze er. Ik begrijp dat ze pas 16 zijn geworden. Ik dacht dat ze 15 waren. Afschuwelijk, hè? Kun je je voorstellen hoe dat is? Die arme vrouw, vreselijk zware baan. Dan komt ze thuis in die ambtswoning, die niet marktconform is qua huur op de Herengracht. Hoe kan dat nou toch? Is onbetaalbaar daar. Maar goed, dan komt ze thuis en dan heeft ze dus twee van deze. En we hebben dan dit jaar gezien dat één van die twee, dat is een beetje een dommer, namelijk die jongen. Ze heeft een tweeling, een jongen en een meisje. Arme vrouw. Dat is twee baby's, twee peuters, twee kleuters. En nu dus twee van deze, met twee van die telefoons. God, die zal een hel achter de rug hebben gehad. Wat is het probleem met de kerstvakantie? Nou, het probleem met de kerstvakantie is dat die kinderen vrij zijn. Vroeger toen ik getrouwd was, toen we geen kinderen hadden, gaven wij bakken en bakken met geld uit tijdens de kerstvakantie, mevrouw de burgemeester. We werkten ons helemaal dood om allerlei deadlines te halen. Het moet af voor de kerst. Het was heel erg. En wij waren internationaal bedrijf. En mensen die sliepen onder hun bureau. Weet je, Amerikaanse toestanden, zeg maar. En in Amerika, onze collega's, die dat al nog veel erger. En dan jezelf helemaal doodwerken en dan stopte het werk, zeg maar. Zo'n beetje vanaf het kerstdiner op je dochters school. Het is ook zo'n afschuwelijk fenomeen. Dan moet je dus met zo'n kleintje naar het kerstdiner toe, in een mooi jurkje, et cetera. En god, dan heb je 2 uur niks te doen. Kan je ergens op de hoek in een café gaan zitten, een bitterballen eten en dan dat kind weer ophalen. Maar goed, vanaf dat moment ging dan dat bedrijf dicht. En dan gingen wij natuurlijk lekker eten en heel veel geld uitgeven. Aan dure wijnen, de lekkernijen en noem allemaal maar op. En onze kerstvakantie was, oh god, we gaven een godsvermogen uit. Ik stoorde me daar soms wel eens aan. En toen kregen we een kind. Die van ons is ietsje jonger dan die van haar. Maar god, toen werd die kerstvakantie helemaal duur. Want je moet iedere dag op stap met dat kind. En met andere kinderen. En andere kinderen over de vloer die ook allemaal te eten moeten hebben. Och, de nachtmerrie. Maar dit jaar, mevrouw Halsema. En wij hebben de allergoedkoopste kerstvakantie ooit gehad. Echt waar. Ik ben helemaal giddy. Ik ben helemaal giddy. Ik heb vandaag de boodschappen gedaan. Ik heb de boodschappen voor morgen al in huis. Het is onmogelijk dat deze kerstvakantie nog duur wordt. Dus op de dag voordat de kerstvakantie voorbij is, die van ons die heeft namelijk ook maandag vrij, weet ik nu al dat dit verreweg de allergoedkoopste kerstvakantie ooit is geweest. En waardoor komt dat? Nou, dat komt door die van ons die werkt. Ja, serieus, die is gaan werken een paar, zeg maar, maand geleden. En die gebruikt haar weekenden en vakanties om extra te werken. Dus ze heeft nog wel steeds zo'n telefoon. Als ze bij ons in de buurt is, dan ziet ze er zo uit. Maar op de werk niet. Dus ja, dat is fantastisch. Dan doen ze overdag doen ze niet zoveel, want ze moeten bijvoorbeeld 's avonds werken. En na hun werk zijn ze moe, gaan ze slapen. Ik heb het meegemaakt, mevrouw de burgemeester, ik heb het meegemaakt. Wakker tijdens de kerstvakantie, rond 1 uur of 7, 's morgens. Omdat ze moeten beginnen met werken, ze moeten vroeg op hun werk zijn dan. En komen ze terug, zijn ze moe. Dus die kerstvakantie die kost dan helemaal niks meer. Sterker nog, die van ons die heeft zelfs gewerkt tijdens de kerstdagen. Wij zijn natuurlijk apetrots, zijn wij. Apetrots. Hartstikke leuk dat ze er zo serieus mee bezig is. We vinden het wel jammer dat ze nog steeds net zo serieus met haar telefoon bezig is. Weet je, we hebben het idee dat ze nog minder op die telefoon zou kunnen hangen. Maar ja, we hebben natuurlijk nu
feitelijk helemaal niets meer te klagen. Je doet je schoolgoed en je werkt. Ja. Het is, weet u waar het een beetje aan doet denken, mevrouw de burgemeester? Het is alsof je geen kind meer hebt, maar een huisgenoot. Het is gewoon iemand die zijn eigen rommel opruimt. En, ik ga naar mijn werk. Oké, hey, doei. We zien je later. Het is heerlijk rustig en stil in huis. En schoon, natuurlijk. Geen andere kinderen of lawaai in huis. Niet allerlei zoete troep en weet ik veel wat in huis. En niet iedere dag op pad naar activiteiten en bioscopen en familiebezoek, et cetera. En mensen bellen ons ook op en zeggen van, hey, zullen we dit en dit gaan doen? En dan zeggen wij van, ja, nee, ja, die kleine werkt, kan niet echt. Oh, oké, okay, nou, misschien volgend jaar. Mm-hmm. Of misschien niet volgend jaar. Dus de leuke bijwerking, mevrouw de burgemeester, is dat je ook niet meer hoeft te hangen met andere familie en kennissen. Want die willen je kind zien. Die zijn niet geïnteresseerd in ons. Wij zijn de saaie oude mensen. Dus opa's, oma's, et cetera. Die hopen dat je langskomt met een kind. Dat kan niet, die moeten werken. Nou, vond de Telegraaf het nodig om de zoon van de burgemeester breed uit voor schut te zetten in de krant. En dat gebeurde ergens van de zomer in 2019. En ik vond het allemaal een storm in een glas water. Het was victimless crime, er was geen schade. De zogenaamde woonboot die vernield was, was helemaal niet vernield en moest al lang weggesleept worden. Sterker nog, het leidde ertoe dat de gemeente van hun reet afkwam. En zowaar die woonboot weggesleept. Het was een onklaargemaakt vuurwapen wat zijn vader had laten slingeren. Zijn vader is hier feitelijk een soort losbol die dacht, oh, dat laat ik hier gewoon een beetje hangen. Die kinderen doen daar vast niks mee, dat ben je gek. Weet je, het is een beetje alsof je drugs in huis laat slingeren. Zo van, nou, ik heb hier €25 wiet. Wij gaan een weekendje weg. Dat leg ik in de keukenlaar. Daar doen ze vast niks mee. Kinderen zijn heel dom. En dat is raar, want die telefoon die ze in hun handen hebben. Wij zeggen dat ook altijd. Jij weet helemaal niks. Maar je telefoon, die weet een hele hoop. Nee, dat kun je allemaal niet. Maar je telefoon kan het wel. Probeer maar. En dan kan ze ineens wel de weg vinden. Of uitvinden wie, weet ik veel, Enrico Fermi is. Ik noem maar wat. En tot aan het einde van het jaar, echt waar, aan het einde van het jaar, in eind december 2019, where have those days gone, was de Telegraaf nog bezig met zeiken over de zoon van burgemeester Halsema. En dat vond ik een beetje flauw van de Telegraaf. En ik heb daar al kritiek op gehad. En toen heeft zij nog een uitgebreid interview, heeft mevrouw Halsema gedaan, waar ze uitlegde van ja, hele saaie vragen van het Parool kreeg ze. Ik vond het echt heel slecht. Daar heb ik ook een video over gedaan. En beide keren zei ik eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik wil juist weten hoe de kerstvakantie van de burgemeester is geweest. Wat heeft u gegeten met de kerst? Heeft u visite gehad? Bent u ergens op visite gegaan? Bent u uit eten gegaan misschien? En als de burgemeester uit eten gaat, waar gaat u dan uit eten? Is dat een leuk restaurant? Is dat betaalbaar? Wat heeft u gekregen aan kerstcadeaus? Ik bedoel, u heeft een afschuwelijk jaar achter de rug, mede dankzij die partner van u. En dat vervelende joch. En ik gok even dat die andere vervelende zusje, die zou ook heel vervelend zijn, ook de hele dag kloot op de telefoon. Het is gewoon 2 weken hoofdpijn kerstvakantie. En u was ziek, meteen aan het begin van het nieuwe jaar. Kijk, ik ben meer geïnteresseerd in de menselijke kant, denk ik, van onze burgemeester. Juist door dat verhaal van die zoon. Hoe was uw kerstvakantie? Heeft u een beetje kunnen ontspannen? Ik denk van niet. Want u was meteen ziek aan het begin van het nieuwe jaar. En dat doet mij vermoeden dat u te weinig rust neemt. Te weinig rust. En te veel werk. En ja, god, niet kwaad bedoeld. U ziet er geweldig goed uit. Ik wou dat ik er zo goed uitzag. Maar u bent wel mijn leeftijd. En dat is 50. En dan moet je wat rustiger aandoen. En 2 van deze. Ik denk dat dat nog veel zwaarder is dan die burgemeestersbaan. Hier zou ik 2 weken gillend gek van worden. En dat wil ik dan ook weten. Werken uw kinderen? Want dat is denk ik wat u moet doen. U moet ze alle 2 gewoon verplichten om een baantje te vinden. Maakt niet uit waar. Gewoon in de supermarkt. Klaar. Ja, maar nee, doe ik niet. Ja, doe je wel.
Want anders trek ik het internet eruit. Geen gelul. Mama heeft een hele zware baan. Ja, waar is mijn oplader? Ik weet niet waar je oplader is. Maar als hij weg is, dan is dat vast goed. Ik wil hier gewoon Netflix en nee, ga een baantje vinden. En dat is mijn advies aan de burgemeester. Dat is wat wij hebben geleerd. Het idee als mens is dat je natuurlijk blijft groeien. En wat wij hebben meegemaakt als ouders en als werkende Amsterdammers, hebben wij meegemaakt dat het allerbeste wat je kunt overkomen, is als je die tieners, die teenagers, aan het werk krijgt. Serieus, dat is echt de allerbeste ervaring van de afgelopen jaren. Het is echt helemaal super. Ze zeggen gewoon, nee, ik moet naar mijn werk. Oh, oké, prima. Nee, ik maak zelf wel wat klaar, want ik moet zo naar mijn werk. Oké, prima, dan hoeven we ook niet voor je te koken. Wil je mijn werkkleding wassen? Ja hoor, gooi maar in de wasmachine. Weet je wel? Dus, en je kerstvakantie kost niks meer. Echt waar, het scheelt honderden euro's in ons geval. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor sommige mensen nog wel meer is als je meer kinderen hebt. Dus ik wil weten, hoe was de kerstvakantie van burgemeester Halsema? Want wat we nu hebben is een beetje slappe nieuwjaarsreden. Veel beter dan die van Eberhard van der Laan, maar nog steeds. Het deed mij gewoon niet zoveel. Wat ik graag had willen weten is, wat heeft de burgemeester gegeten met de kerst? Wat heeft ze gedaan? Hoe was die kerstvakantie? En was het duur? En als het in haar geval zou het helemaal duur zijn natuurlijk. Want ze zal, weet ik niet, dingen moeten doen misschien. Weet ik eigenlijk ook niet. Zou de gemeente iets doen qua kerst? Zou ze ergens bij een van de businessclub aan tafel moeten schuiven en lullen over verbinding en diversiteit en de kerstgedachten? En het lijkt me stug. Misschien heeft ze wel een hele vervelende familie over de vloer gehad. Daar heb ik helemaal mee. Geen wonder dat ze ziek is dan. Daar heb ik helemaal medelijden met haar. Dus dat zijn de prangende vragen voor vandaag. Mevrouw Halsema, mevrouw de burgemeester. Hoe was uw kerstvakantie? Mogen we daar wat meer over weten? Had u een kerstjurk aan? Zijn daar foto's van? Wat heeft u gegeten? En ik denk dat ik een oplossing heb voor uw tienerprobleem. Uw probleem is twee keer zo groot als dat van ons. Dwing die kinderen om te gaan werken. Dan ben je in één keer van het gezeik af. Serieus, het is soms urenlang stil in huis. Zoals vandaag bijvoorbeeld is het stil vanaf 8 uur 's morgens. Gewoon doodse stilte. Het is niet omdat ze slaapt, maar het is omdat ze aan het werk is. En morgen heeft ze een extra dag vakantie. En dan is ze ook aan het werk. En hebben wij een hele relaxte maandag. En wat ik probeer te zeggen is een beetje, nou, al dat gezeur over uw zoon. Als je hem aan het werk zet, dan vind je hem denk ik niet zo snel op de gracht met een brandblusser en het vuurwapen van zijn vader. En de Telegraaf zal dat ook te gek vinden. Zo'n burgemeester werkt bij de Dirk van den Broek. Het hoeft niet de Dirk van den Broek te zijn. Laat hem iets anders doen. Laat hem gaan werken in de horeca 16, dan mag dat volgens mij. Of misschien komt hij dan in de verleiding om meer domme dingen te doen. Gaan maar mensen hem lastig vallen. Die kunnen beter iets wat meer anoniems doen in een uniformtje. Maar goed, dat is mijn advies, mevrouw de burgemeester. Schop die kinderen aan het werk. Het is the gift that keeps on giving. Echt waar. Dit is de allerbeste kerstvakantie ooit geweest. En de allergoedkoopste. Nou, dat was hem weer. Tot de volgende.